weer thuis. Dat voelt goed. Dat je weer terug bent. Ja, hè? Was leuk in Nederland. Heerlijk met die kinderen, die kleinkinderen. Maar ik ben ook heel erg blij dat ik weer thuis ben. Een rust. Want dat is het hier wel. Op zich is het wel heel relaxed om met de trein te reizen. Wat me opviel dat, vooral in het Thalys, het tweede gedeelte, want je moet natuurlijk in Parijs overstappen. Ja. Van het station Gare Austerlitz. Dat is nog een hele... Naar Gare du Nord. Nee, valt wel mee. Het is gewoon een metro. Een paar haltes en je kan er weer uit. Ja, als je weet hoe het werkt, dan is het gewoon vrij simpel inderdaad. Het station de Limoges is een van de mooiste stations toch van Frankrijk. Ja, en wordt ook gebruikt in een reclamefilmpje. Als ik het kan vinden, zal ik het erbij zetten. De klokken op de grote toren in Limoges, die stonden, dit is nu niet meer hoor, die stonden altijd 2 minuten eerder. Omdat ze dan wilden dat de reizigers op tijd kwamen. Iedereen op tijd kwam. Ja, gewoon jezelf voor de gek houden, maar goed. Nou ja. En dat lijntje wat tussen Limoges en Bugeleuf-Châteauneuf loopt, dat wordt ook gebruikt door de train à vapeur. Dat is waar. Die rijden in juli en augustus, toch? Ja. En dan heb je een wandeling bij Sint-Léonard de Noblat. 2 wandelingen, die lopen langs het spoor voor een gedeelte. Dus als je dat zo uitkiet, dat die dan net langskomt. Nou, dat is heel leuk, mooie foto's maken. Ja. Dat is ook leuk om te zien. En je kunt er ook mee rijden, uiteraard.